Ja, dit is eigenlijk een plek waar ik vorig jaar tijdens de lockdown heel veel ben geweest. Ja, we konden niet trainen op Papendal natuurlijk. En toen ben ik hier heel veel gaan voetballen met een goede vriend van me. Om ja, mijn conditie op peil te houden en ja, gewoon lekker fit te blijven. Ja, voetballer hè, bij Vitesse. En ja, wel een bekende, Erwijnse. Toen je de eerste keer erin kwam, ja, nou, dan ging het, de andere dag ging het een lopend vuurtje. Hé, Petter gezien, hé, Petter gezien. Ja, top. Ik ben wie ik ben en daar zal ik nooit in veranderen. En ja, ik weet waar ik vandaan kom en ik vind het hier heel mooi en ik heb het hier goed naar mijn zin. Dus ik zal van niemand veranderen. Dat zal heel wat met ons doen en dan is het heel jammer dat er überhaupt geen supporters in het stadion mogen zijn, wat we heel jammer vinden. Maar ja, uiteindelijk draait het erom dat we hem winnen en dan ja, hopelijk op wat voor manier dan ook kunnen we toch met de fans vieren. Maar laten we eerst maar eens gewoon focussen op de bekerfinale en hopelijk kunnen we hem winnen.